dames en heren, het is natuurlijk fantastisch. Alex van Silvoud heeft een beetje getopt, velen van u weten het. Vorig jaar met Nibbly. Twee keer moest hij de ring verlaten. Te vroeg, hè, dat er wat bloed aan de mond was. Het probleem is helemaal opgelost. En hij raakt zich aan alle kanten in de kijker. En dat gunnen we hem zo ongelooflijk van harte. Het is zo'n fantastische man. Alex van Silvoud met Nibbly. Ik heb een kleine correctie, dames en heren. Het resultaat van Kirsten Bekkers.